Ik heb mijn tweede boek uit, jongens. Echt, echt te gek. Het valt niet mee, zeg ik er eerlijk bij. Tussen alle drukte door van optredens en alle andere dingen die ik moet doen als artiest. Maar, hey, wat grappig. Dit zijn de boeken van Toprak en Klaas. Maar dit is mijn tweede boek. Hotel de Grote L. Echt, nou, ik heb zwaar genoten van dit boek. Ik werd helemaal meegezogen in de belevingswereld van Kos, hoofdpersoon. Er gebeurt van alles. Zijn moeder is al dood. Zijn vader komt in het ziekenhuis terecht. En dan moet hij met zijn zusjes het hotel van zijn vader runnen. Nou ja, er gebeurt van alles wat ik al zeg. En uiteindelijk, nou ja, je vraagt je af, Hotel de Grote L, waar staat die L voor? Uiteindelijk komt het goed, de L staat voor liefde. En toen ik dat las, dacht ik van, hoezo heb ik me dat niet eerder bedacht? Prachtig boek, echt met genot gelezen. Ja, top, echt. Ik ben toch ook benieuwd naar wat die anderen hebben gelezen. Wat,